Hoi, vandaag gaan we de zonnebloemen in mijn tuin bekijken. We gaan eigenlijk vanaf het zaaien tot en met het oogsten van de zonnebloempitten bekijken hier in mijn tuin. Ik ben begonnen in 8 maart om precies te zijn. Toen ben ik gaan zaaien en eigenlijk al na 11 dagen kon je hier, zoals je hier op deze foto, de eerste groei zien. Ga je dus voor het eerst zonnebloemen zaaien of ga je met kinderen zonnebloemen zaaien en wil je dus eigenlijk gelijk kunnen genieten van resultaat, dat je er dus een beetje ongeduldig bent of kinderen ongeduldig zijn, ja, dan zijn zonnebloemen dus ideaal om mee te beginnen, omdat je dus er gelijk al van kan genieten. Ik heb hier om de zoveel dagen een foto gemaakt, zodat ik een beetje aan jullie kan laten zien van nou, hoe ziet dat eruit en hoe gaat dat dan als je voor de eerste keer een zonnebloem gaat zaaien. Zoals je ziet, kans op succes is wel groot. Je ziet ook al gelijk worteltjes, dus dan is het bijna tijd om ze in potten te gaan plaatsen. We zijn hier 20 dagen verder, dit is 28 april en het is groot genoeg om een plekje te krijgen in een pot. En dan als ze in de pot ook weer verder mooi doorgroeien, kunnen ze dus een plekje gaan krijgen in de tuin. En zonnebloemen kan je eigenlijk al vanaf april in de tuin zaaien, want ze kunnen ook prima tegen de kou. Hier op de foto zie je, is het al 26 april. Ze groeien lekker goed, hebben al wel wat ondersteuning nodig. Zoals ik al zeg, ze kunnen best tegen het vriezen, dus je kan ze vanaf april in de tuin planten. En ja, ze kunnen gewoon heel goed tegen de kou en daarna groeien ze gewoon prima verder. Als je ze in de tuin gaat planten, dan maak je een gaatje van ongeveer 2 centimeter diep. Stop je daar dus je zonnebloempit in. En dan tussen de verschillende gaatjes, tussen de verschillende zonnebloempitten, zorg je dan voor ongeveer 20 centimeter aan ruimte. Het gaat hier dus best goed. Ze hebben mooie zonnige plekken hier in mijn tuin. Op een paar plekjes in mijn tuin heb ik ze dus geplant. En je ziet dat ze dus inderdaad lekker groeien. Kijk, het is echt heel zonnig zoals je kan zien. Ze genieten heerlijk van de zon. Ze beginnen al lekker vol te worden. Je ziet ook al echt dat daarboven dat er een bloem begint te ontwikkelen. Het wordt dus inderdaad één mooie grote zonnebloem, hoop ik op. Je kan ook heel goed zien waar in mijn tuin de meeste zon schijnt. Hoe meer je hier naar links gaat, hoe hoger de zonnebloemen worden eigenlijk. En als ik dan een beetje hier rechts loop, dan zie ik dat ze dan iets kleiner blijven dan de linker zonnebloemen. Dus dat is eigenlijk wel heel erg grappig om zo te zien. Waar is dan dus de meeste zon in mijn tuin? Kijk, hier zie je, die is wat kleiner gebleven. Dit is dus wat meer naar rechts. Kijk, en die is ook wel heel erg klein. Die heeft dus nog niet zo'n hele grote bloem. Hier heeft zich dus al een bloem ontwikkeld. Zolang de bloem nog niet ontwikkeld is, maar je eigenlijk vooral een kop hebt, dan draait hij dus elke keer mee met de zon. Het is wel heel grappig om te zien. Vooral de hele hoge die ik heb, die draaide iedere keer eerst naar de tuin van de buren voor het grootste gedeelte van de dag. En pas op het laatst draaide die een beetje naar mijn kant van de tuin. Maar vanaf het moment dat het een bloem wordt, houdt hij daarmee op en blijft hij eigenlijk alleen nog maar richting het oosten staan. En je kan dus dan hier zien waar het oosten bij mij is. De linker is dus nog iets hoger, zie je. Daar is nog geen bloem ontwikkeld, dus die blijft nog doorgaan. Die krijgt dus echt genoeg zon om veel hoger te worden. En hier ga ik iets meer naar rechts en blijkbaar is er dus hier wat minder zon. Er staat natuurlijk ook een hele grote plant naast, dus die blijft wat kleiner. Een vingerhoedsplant is het trouwens die daarnaast staat. Het is wel heel, heel leuk om te zien. Het is hier echt van groot naar klein of van klein naar groot. Hangt ervan van welke kant je kijkt. We zijn hier weer wat verder. Ik vind het gewoon echt elke keer leuk om te kijken hoe groot zijn ze nu. En vooral omdat ze tegen de schutting staan, dan is het wel heel grappig om ze op die manier dan een beetje te meten met de schutting. En ook hier zie je dus nu al een bloem heeft zich ontwikkeld aan de rechterkant. Dus dat is waar dus wat minder zon is dan in mijn tuin. En zo ga ik langzaam naar links. En dan zie je dat ik iedere keer een stapje omhoog moet gaan met mijn telefoon. Omdat de bloem dan dus iedere keer weer hoger is. En je kan deze dus nu al bijna mooi vergelijken met mijn zonnebloem die helemaal links is. Want daar zie je dus nog steeds de bloem niet van in beeld. Nou, ik vind het een zonnebloem echt heel erg mooi. Het ziet echt prachtig uit. En je kan ook eigenlijk de plekken zien waar straks zonnebloempitten gaan ontwikkelen. Dat ga ik je dus ook laten zien in deze video. Hoe je dan dus ook de zonnebloempitjes weer kan oogsten. En die zet ik natuurlijk opzij, weer een aantal voor volgend jaar, want ik wil wel volgend jaar ook weer mooie zonnebloemen in mijn tuin hebben. Maar sommige ga ik ook gebruiken om lekkere hapjes mee te maken. Kijk, nu gaan we weer één stap naar links en ik vind dit zo prachtig. Die is zo hoog, die komt al over mijn schutting. Ik heb nog nooit zo'n hoge zonnebloem gehad. Dus wat dat betreft is dit een prima plek.
Meestal, de bloem heeft zich nog niet ontwikkeld. Dus hij wijst nog steeds echt naar de kant waar de zon meestal is. En in dit geval is het toch een beetje richting de buren. Maar als straks de bloem er is, dan ga ik wel van de bloem kunnen genieten. Want dan blijft hij naar het oosten wijzen. En dan kan ik er ook heel mooi naar kijken. En volgens mij ga ik hier dan hele mooie grote pitten van krijgen. Nou, zometeen in de video, als ik bij het oogsten van de zaadjes toekom, kan je zien hoe dat eruit ziet. Nou, ik vind het wel heel gaaf om te zien. Van hoog naar laag. En hij blijft maar doorgroeien, zoals je ziet. En hier is het alweer voorbij. Een beetje later in de zomervakantie. En het is voorbij. Ik realiseer me nu pas dat ik eigenlijk helemaal vergeten ben om een opname te maken van deze prachtige hoge. Hoe die er zo mooi uitzag. Nou ja, je ziet in elk geval hier dat hij uitgebloeid is. En je kan het gaan oogsten eigenlijk op het moment dat je ze er al met je vingers een beetje uit kan halen. Als je er met je vingers langs de zaadjes gaat en je kan ze er al uithalen, dan zijn ze dus al klaar om geoogst te worden. Om te oogsten ga ik het natuurlijk afknippen. Ik ga hier eerst even het bovenste stuk afknippen en dan ga ik lekker in mijn stoel zitten en de zonnebloempitten eruit halen. Om het nog makkelijker te maken kun je het ook een paar dagen laten drogen en daarna kan je eigenlijk heel gemakkelijk de pitten eruit wrijven. Maar zoals je ziet, dit werkt ook al goed genoeg. Ik heb hier een bakje gepakt en ik pluk de pitten er een beetje uit. Ik trek ze er een beetje uit en ik plaats ze in mijn bakje. En dan heb ik straks meer dan genoeg pitten om volgend jaar ook weer, ik hoop weer 5 zonnebloemen te planten zoals ik dit jaar ook heb gedaan. En dan de rest van de pitten ga ik gewoon gebruiken voor de hapjes. Nou, hier zie je dus waar ik de pitten allemaal uit heb gehaald. Met één hand is het een beetje heel lastig om er eentje uit te halen. Maar hier komen dan dus de zonnebloemzaadjes uit. Meer dan genoeg heb ik dus om wat te planten, om ook te delen met wat buurtgenoten. En ik ga lekkere hapjes maken. Zo komen we eigenlijk in een cirkel. Ik heb nu weer zaadjes, dus dat betekent dat ik dan straks weer in maart ga beginnen met planten. En daarna weer in de potjes en daarna weer vanuit het potje naar buiten. En dan heb ik volgend jaar weer bak vol met pitten. Ik hoop dat je dit leuk vond om te zien. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doe! Doe!